Even kijken. Ja, ik zie de eerste mensen binnenkomen die zich aanmelden. Dat is mooi. Als ze mij al kunnen horen, welkom alvast. Ik denk dat we heel even moeten wachten tot de meeste mensen er zijn. Maar ik denk dat wij gewoon strak op tijd kunnen beginnen. En dat is mooi. Ja, laten we beginnen. Nogmaals, iedereen welkom bij ons eerste webinar van dit jaar. Wij hebben dit jaar als thema telematica en hoe deze het werk als wagenparkbeheerder makkelijker maakt. Dat gaat gepresenteerd worden door Thijs Vindhamme en Robbie Govaerts. En beide hebben een bijna onuitputtelijke ervaring in digitalisering binnen het wagenpark. Ze zullen elkaar gedurende de presentatie afwisselen. Maar voordat zij het woord mogen nemen, nog even een paar dingetjes. Ik wil jullie laten weten, van iedereen staat de camera uit, dus we zien jullie niet. De microfoon is uit, dus we horen jullie niet. Maar indien er vragen zijn tijdens de presentatie, kun je dat in de Q&A binnen Zoom, kun je daar de vraag intypen en dan zie ik het op het scherm. En dan zal ik of direct ingrijpen in de presentatie of aan het eind de vraag doen. In principe is het de bedoeling dat we dat aan het eind doen. En dan geef ik nu graag het woord aan Thijs. Wellicht te weinig auto's of juist te veel. Nou, we reiken je vandaag tools aan hoe je dit heel eenvoudig inzichtelijk kan maken. Nou, en Fiscus Proof. Voor iedere organisatie met zakelijke voertuigen waar geen bijtelling over wordt betaald, is dit een belangrijk item. En hoe zorg je ervoor dat je zakelijke voertuigen Fiscus Proof zijn? Nou, wij nemen je mee in de verschillende mogelijkheden en op welke manier je hier nog beter inzicht in kan verkrijgen. Dankjewel Thijs voor deze inleiding. Ook van mijn kant een goede middag iedereen bij deze webinar. En zoals Thijs er net al aangaf, zijn er een heleboel uitdagingen voor de wagenparkbeheerder van vandaag. En om hier aan te kunnen voldoen, moet er dus inzicht worden gegeven in een heleboel data. En dat die toe laten meten waar je vandaag staat met de KPI's, zodat je ook de juiste beslissingen kan nemen op termijn naar de toekomst toe om deze KPI's te gaan verbeteren. Nu, om die inzichten te verwerven, is telematica een hele belangrijke sleutel. Op een geautomatiseerde manier wordt van op afstand veel data gemeten, die middels verschillende modules netjes en gemakkelijk interpreteerbaar wordt gevisualiseerd door ons. In dit webinar zullen we dadelijk er ook dieper op ingaan, met name op rijgedrag, maar ook het technische vlootbeheer naar onderhoud en keuringen toe. Bekijken we meer in detail op welke manier er kan worden nagegaan hoe een vloot optimaal wordt ingezet. En zullen we ook toelichten hoe de flow rond de administratie van het betalend parkeren kan worden vereenvoudigd en tegelijkertijd parkeerboetes kunnen worden vermeden. Dit alles gebeurt real-time en uiteraard op een manier die volledig beantwoordt aan de AVG-regelgeving. In eerste instantie heb ik het dus graag over het technische vlootbeheer waar ik daarnet al kort over had. En wat gaan we hier doen? We gaan daar de tijdstippen en van keuring en ook het onderhoud in kunnen gaan opvolgen. En een belangrijk element in die opvolging is de kilometerstand, die een indicatie geeft over wanneer met name onderhoud aan de orde is, maar die daarnaast ook een invloed kan hebben op uw operationele lange termijn leasecontracten. Zonder telematica komt die kilometerstand bij uw leasemaatschappij slechts periodiek terecht. Bijvoorbeeld in overzicht van tankbeurten of als er onderhoud of een herstelling is uitgevoerd. Uit de tanklijsten weten we echter dat de input wel eens kan foutlopen, waardoor dat deze data niet altijd even betrouwbaar is. En voor wat betreft onderhoud en herstelling ligt de frequentie doorgaans veel te laag om hier voldoende meetpunten uit te halen. Met de telematica halen we continu de kilometerstand rechtstreeks uit de voertuigen, zodat u op eender welk moment kan nagaan wat de huidige stand van zaken is. En hoe dat dan concreet uitziet, dat ziet u hier in deze slide. Hier ziet u in het screenshot bovenaan wat daar dus het resultaat van kan zijn. Naast de voertuignaam en het kenteken per voertuig ziet u een kolom datum.
Deze geeft aan wanneer er voor het laatst met het voertuig is gereden. De kilometerstand die ernaast staat is dan uiteraard ook diegene die het voertuig in kwestie momenteel heeft en die exact gelijk is aan de stand die de berijder ziet als hij de volgende keer het voertuig start. In de beheerspagina van het voertuig geeft u aan wat de onderhoudsintervallen zijn en wanneer u wenst een notificatie te krijgen. Dat kan zijn een keer op 5000 kilometer op voorhand en een volgende keer op 1500 kilometer. U kan dat allemaal zelf bepalen. En op die manier kan het onderhoud tijdig worden ingepland. Is het voertuig echter te laat voor het voorziene onderhoud, dan zal de cel rood kleuren om hier aandacht op te vestigen. Voor een jaarlijks onderhoud of keuringen geeft u dan weer aan hoeveel tijd op voorhand u wil verwittigd worden. En ook hier geldt weer dat wanneer het tijdstip is gepasseerd, de cel rood zal kleuren. En op die manier weet u ook daar waar uw aandacht naartoe dient te gaan. Ten slotte bieden we ook een mooi inzicht in de leasecontracten per voertuig. En dit onafhankelijk van de leasemaatschappij. U krijgt immers in één oogopslag het overzicht over heel uw vloot, zonder de verschillende applicaties van verschillende maatschappijen te moeten gaan raadplegen. En dat bespaart een heleboel tijd. Bovendien beschikt de leasemaatschappij, zoals we daarnet al hebben gezegd, over een veel beperkter aantal meetpunten, zoals onderhoud, herstellingen en tanklijsten, terwijl in onze module de informatie steeds up-to-date bij de hand is en dat u op basis daarvan, in combinatie met real-time gemeten en gereden kilometers, de juiste informatie bij de hand hebt. Dit laat u toe om bijvoorbeeld een verrekening van meer of minder kilometers te gaan beperken, door bijvoorbeeld voertuigen die intensief worden gebruikt te wisselen met gelijkaardige voertuigen waar minder mee wordt gereden. Maar het geeft u evengoed ook een idee waar het slim is om bij de leasemaatschappij contracten te laten omzetten naar een andere looptijd-kilometrage-combinatie. Op die manier kan u het beheer van uw leasecontracten gaan optimaliseren. Zo, nu heb ik een en ander toegelicht over het monitoren en het gebruik van de rijdende voertuigen. In de volgende slides zal, als alles goed is, Thijs iets vertellen over hoe we ook voor stilstaande voertuigen de werkzaamheden kunnen verlichten en optimaliseren. Dan zou er nu de volgende slide moeten aankomen. Yes, daar is hij. Dankjewel, Robbie. Zoals we net dus hebben gehoord, worden er behoorlijk wat kilometers gereden in een organisatie. Maar tussen al deze kilometers door wordt de auto ook regelmatig geparkeerd, wat overigens niet de meeste favoriete bezigheid is van de medewerker. Nou, Parkt biedt een oplossing die ervoor zorgt dat de berijder geen parkeerkopzorgen meer hoeft te hebben. Nou, Parkt biedt een innovatieve parkeeroplossing die zorgt dat parkeersessies automatisch aan- en afgemeld worden. Door een koppeling met track and trace data van onder andere RAM track and trace weten wij waar de voertuigen zich bevinden en of ze in een betaalde zone parkeren. Op het moment dat een voertuig in een betaalde zone parkeert, activeren wij dan automatisch de parkeersessie. Zodra de berijder de parkeerplek weer verlaat, stoppen wij ook automatisch dezelfde parkeersessie. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. De medewerker kan zich volledig richten op zijn kerntaken en hoeft niet meer bezig te zijn met handelingen van een parkeersessie. En daarbij ontvang je dus ook geen parkeerboetes meer, omdat wij de parkeersessie automatisch activeren. Je betaalt ook nooit meer te veel voor een parkeersessie, omdat je dezelfde parkeersessie dus dat je hem niet meer vergeten kan af te melden. En dat resulteert in een reductie op je parkeerkosten tot 20%. Maar hoe hou je nou overzicht, minimaliseer je de administratie en realiseer je een snel en betrouwbaar inzicht? Nou, alle parkeersessies zijn terug te vinden in de My Parked omgeving. Het kan op kentekenniveau, maar ook op gebruikersniveau of op een gebruikersgroep. In dit gebruiksvriendelijke dashboard kan jij als wagenparkbeheerder filteren op kenteken, datum en tijd. Op deze manier kan je dus altijd een parkeersessie terugzoeken. Ofwel één omgeving met een betrouwbaar overzicht voor zowel berijder als wagenparkbeheerder. Zo, dankjewel daarvoor, Thijs. Nu, we hebben het daarnet gehad over een relatief traditionele manier van rapporteren, een soort van vaste tabel, laat ons zeggen. Maar daarnaast hebben we ook interactieve dashboards
die op een meer analytische en flexibele manier kunnen worden ingezet en die op die manier ook toelaat om complexe data uit verschillende bronnen te gaan samenbrengen. Nu, dat betekent in ons geval dat we vanuit Track & Trace, waar we over een heleboel data beschikken, dat we die gaan samenbrengen en op een zeer duidelijke manier gaan visualiseren, zodanig dat u daaruit de juiste inzichten kan krijgen. We gebruiken de module momenteel reeds voor rapportage voor rond rijgedrag bijvoorbeeld. Daar gaan we straks iets rond bezien. Maar het is ook belangrijk om te weten dat we de dashboards kunnen inrichten, dat die configureerbaar zijn en dat die op die manier eigenlijk helemaal op maat kunnen gemaakt worden voor u als organisatie, als wagenparkbeheerder. Zodanig dat die helemaal overeenstemmen met uw wensen en eisen. In de volgende slides gaan we daar enkele voorbeelden van laten zien wat we momenteel als standaard reeds hebben. Ziezo, de eerste en wellicht een van de meest gekende is rijgedrag. En hier gaan we dus meten op het niveau van acceleratie, deceleratie, bochtengedrag en snelheid voornamelijk. Het dashboard waarvan u hier bovenaan een screenshot geeft, die geeft in eerste instantie een algemene score op alle onderdelen. En dit voor de hele groep voor een bepaalde periode. Indien gewenst kan ook op persoonsniveau dit dashboard worden opgevraagd, zodanig dat de score van de groep als benchmark blijft behouden en dat je kan zien hoe die persoon heeft gescoord ten opzichte van het geheel. In een ander tabblad van het dashboard kan u ook een ranking terugvinden, zodanig dat u de beste leerlingen uit de klas kan terugvinden, maar ook de minst goede leerlingen. En zo weet u precies wie er kan beloond worden eventueel en wie wat moet bijgestuurd of geholpen worden. Nu, als je de ranking in overschouwing neemt in combinatie met de doorklikmogelijkheden die we hebben naar individueel niveau, dan betekent dat dat we op die manier dat individu kunnen gaan helpen daar waar het schoentje effectief wringt. Als iemand een slechte score heeft en die is bijvoorbeeld te wijden aan bochtengedrag, ja, dan weet je ook dat je daar op kan gaan werken. Dus met andere woorden, je kan zeer gericht daarmee aan de slag gaan. Nu, als u helemaal onderaan de screenshot kijkt, dan ziet u daar een evolutie over de bepaalde periode. En in dit geval, het zijn die groene balkjes onderaan met die lijntjes erboven, helemaal onderaan. En één groen balken is gelijk aan één week. Nu, dat geeft u een idee over hoe de trend aan het verlopen is over een langere periode. Met andere woorden, je hebt een eerste meetresultaat van een bepaalde periode. Je gaat bepaalde maatregelen nemen om dingen bij te sturen op geen of welke wijze dan ook. En je kan dan nadien zien of deze resultaten hebben opgeleverd, op welke termijn ze resultaat hebben opgeleverd en of dat resultaat duurzaam is of niet. We kunnen daarnaast ook snelheidsovertredingen gaan analyseren, doordat we de gereden snelheid kunnen gaan afzetten tegen de op dat wegdeel toegelaten snelheid. En die analyse kan u leren waar en wanneer er te snel wordt gereden. Het kan bijvoorbeeld zijn in de ochtend of in de avond, tijdens de week of tijdens de werkweek op de autosnelweg of toch eerder in de bebouwde kom. Dat zijn allemaal dingen die je daar makkelijk kan gaan uithalen. Nu, als u al deze informatie in een standaard rapport zou willen gaan samenstellen, dan zou dit betekenen dat u heel veel bronnen moet gaan aanspreken om dat nog maar samen te gaan stellen. Nu, ons dashboard zorgt er dan ook voor dat je in enkele kliks de juiste inzichten verwerft en de juiste maatregelen kan treffen. En die maatregel, zoals net gezegd, hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn, want onze ervaring leert ons dat belonen beter werkt dan bestraffen. En dat kan soms in kleine dingetjes zitten, zoals bijvoorbeeld gratis tickets voor de film of iets in die zin. We zien daardoor soms wel eens wat vriendelijke competitie ontstaan tussen werknemers van onze klanten. In elk geval is de slotsom dat deze module u veiliger, u helpt realiseren, eerlijk gezegd, bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En waarbij dat niet alleen de weg veiliger wordt voor uw medewerkers en andere weggebruikers, maar dat uiteraard ook de kosten en het verbruik van brandstof en de ecologische afdruk tussen de 10% en 30% kunnen worden gereduceerd. Dan deze slide toont een ander dashboard dat we in ons gamma hebben. En dat gaat eerder over de bezettingsgraad van de voertuigen. Met andere woorden, hoeveel voertuigen van mijn vloot zijn momenteel in gebruik. En die geven dan weer een zeer duidelijk beeld in hoeverre dat de vloot juist of net niet goed bemeten zou kunnen zijn. In de bovenste balk ziet u enerzijds de voertuigen die gereden hebben in de blauwe grafiek en die worden dus visueel afgezet tegen de volledige vloot.
Je ziet daar wat dalen in. Dat is typisch tijdens het weekend. Tijdens de werkweek ligt het gebruik uiteraard een stuk hoger. Nu, stel dat uit de grafiek zou blijken dat er een significant deel van de vloot voor een langere tijd niet wordt gebruikt, dan kan u deze informatie ook weer gaan gebruiken om uw wagenpark verder te gaan optimaliseren. De tabel onder de grafiek toont dan weer voertuigspecifieke informatie. Dus ook hier is weer die doorklikmogelijkheid aanwezig. Zoals sedert wanneer dat er een voertuig stilstaat. En zo kan u ook de rendabiliteit, als ik bijvoorbeeld kijk naar verhuurwagens, naar deelwagens en die beheerders van die soort floten, ja, dan een niet-rijdend voertuig is een niet-rendabel voertuig. En ook daar kan u dus weer op die voertuigen gaan doorklikken, zodat u de detailinformatie zeer inzichtelijk kan krijgen. Ook hier weer is deze informatie in één oogopslag beschikbaar, eender bij welke leasemaatschappij of wat dan ook het voertuig zit, zodat u tijd echt kan stoppen in het echte wagenparkbeheer, eerder dan in het samenstellen van lijsten. Nu, dit dashboard en EcoDriving zijn dashboards die we reeds ontwikkeld hebben. En die kunnen we breed inzetten. Maar nogmaals wil ik echt benadrukken dat onze reportingmodule ons ook toelaat om op maat dashboards voor u te gaan configureren. Niet programmeren, maar configureren en samen te stellen zodanig dat we op die manier de juiste informatie kunnen gaan loslaten op de indicatoren die voor u belangrijk zijn. Dankjewel, Robby. Op deze slide tonen wij een aantal klanten die gebruik maken van onze oplossing. En ik wil één klant eruit lichten om in het kort te vertellen wat we hiervoor hebben kunnen betekenen. En dat is de klant Zibber. Ramp Track & Trace heeft ervoor gezorgd met hun verschillende oplossingen dat alle voertuigen fiscusproof zijn door middel van een sluitende ritregistratieoplossing. De medewerker hoeft dus niet meer handmatig de gereden kilometers bij te houden. En Zibber zelf hoeft geen zorgen meer te maken dat er gaten ontstaan in de ritregistratie, die ze dus niet kunnen verklaren ten opzichte van de Belastingdienst. Daarbij hoeven medewerkers geen uren meer manueel bij te houden, omdat dit automatisch geregistreerd wordt. Door de automatische urenregistratieoplossing, die ook RAM dus weer opnieuw heeft aangeboden, worden dus altijd de feitelijk gewerkte tijd geregistreerd. En kan er ook een onderscheid worden gemaakt tussen gewerkte uren door de medewerker en de gewerkte uren op locatie. Dit laatste voorbeeld is erg makkelijk, zodat Zibber weet hoeveel uren er gefactureerd kunnen worden naar een klant toe. Nou, door de automatische parkeeroplossing van Pact kan de medewerker direct aan de slag bij de klant zodra ze daar zijn aangekomen. En dit resulteert in meer focus voor de klant, geen parkeerboetes meer en tot 20% reductie op de parkeerkosten. Nou, de afgelopen 20 minuutjes best wel wat informatie de revue laten passeren in een korte tijd. Waar hebben we jullie nou eigenlijk zoal in meegenomen? Nou, we hebben het gehad over parkeermanagement, het reduceren van kosten en het ontzorgen van de medewerker door een automatische parkeeroplossing. We hebben het gehad over vlootbeheer, de mogelijkheid door het proactief ontvangen van meldingen als berijders over de afgesproken kilometrage gaan. En de mogelijkheid voor een gemakkelijk inzicht in de overige kosten, zoals bijvoorbeeld bekeuringen voor te hard rijden. Parkeerkeuringen zullen overigens niet verschijnen in de dashboard, maar dat komt omdat je geen parkeerkeuringen meer ontvangt door de eerder genoemde oplossing, de automatische parkeeroplossing. Nou, we hebben het met elkaar gehad over de bezettingsgraad van de voertuigen. Een duidelijk en eenvoudig inzicht in de prestaties van je wagenpark en de op basis hiervan onderbouwde beslissingen om wel of niet te investeren in je wagenpark. En als laatste heeft Robby een duidelijke uitleg gegeven in de inzicht in het huidige rijgedrag van de medewerker en met behulp van de juiste data de mogelijkheid te hebben om duurzaam en kostenbesparend rijgedrag te stimuleren. Ja, Thijs, Robby, dank jullie wel voor deze heldere uitleg. Ik kijk ondertussen even in de Q&A en ik zie daar de volgende vraag. Hoe is Pact gekoppeld met TNT?
Dus we hadden het over één platform. Ja. En hier komt eigenlijk de vraag van ja, hoe zit dat dan aan elkaar? Goeie vraag. Als je het over hebt, inderdaad, de samenwerking tussen RAM en tussen Parkt. Parkt heeft de mogelijkheid om de parkeersessies automatisch te activeren, omdat we gebruik maken van de track and trace data van RAM track and trace. Dat wil dus zeggen, RAM die bouwt een track and trace oplossing is, die dus breed inzetbaar is. Dat heeft Robbie de afgelopen 20 minuten wel duidelijk gemaakt. En wij krijgen die track and trace data door, zodat wij weten of er in een betalende zone geparkeerd wordt. En op het moment dat er in een betalende zone geparkeerd wordt, zullen wij automatisch een parkeersessie starten. En op het moment dat je de parkeerzone verlaat, of eigenlijk je parkeerplek verlaat, zullen wij diezelfde parkeersessie ook automatisch afmelden. Dus het zijn twee verschillende omgevingen inderdaad. Je hebt het RAM Track & Trace platform, waar je alle analyses kunt draaien met betrekking tot inzetbaarheid van je wagenpark, met betrekking tot rijanalyses, met betrekking tot kilometrages en die data. En je hebt de Parkt omgeving, waar je informatie over je parkeersessies uit kan halen. Alleen de data om de parkeersessies te starten ontvangen wij dus vanuit de track and trace data vanuit RAM. Ik hoop dat de vraag zo volledig beantwoord is. Oké, dat hoop ik ook. En anders mag de vraagsteller dat heel even in de Q&A aangeven. Dan komen we daar nog op terug. Een andere vraag die ik zie is, ik zal hem even voorlezen. Hoe gaan jullie om met deelauto's en de diverse bereiders en administratie? Misschien nog een eentje die Thijs best kan beantwoorden, ja. Nou, een hele leuke vraag. Want inderdaad, deelauto's was voorheen best wel een gedoe. Meerdere mensen rijden in één voertuig. En dus meerdere mensen maken gebruik van een app met hetzelfde kenteken. Nou goed, je wil natuurlijk niet op het moment dat ik in een voertuig rijd en mijn collega die ligt in bed omdat ik de nachtdienst draai, dat de collega in bed verschillende meldingen krijgt. Dus dat is niet de bedoeling. En er is overigens, wat ik daaraan moet toevoegen, er is bij verschillende oplossingen wel mogelijk om op die manier dan een kentekenwisseling te doen. Alleen dat moet vaak gebeuren door iemand van de wagenparkbeheer of door de administratie. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de nachtdienst, ja, wagenparkbeheer en administratie werkt natuurlijk vaak tijdens kantooruren en niet in de nacht. Nou, wij hebben de app nu zo ingericht dat op het moment dat als een berijder van een deelauto een parkeersessie wil starten, je eenmalig het kenteken, oftewel het betreffende voertuig waar je gebruik van maakt, moet bevestigen in de app. Op deze manier weet je dus zeker dat de parkeersessies aan de juiste berijder gekoppeld zitten. En dat andere collega's niet onnodige meldingen krijgen. Als ik daar nog kort iets aan mag toevoegen. Het voordeel van de samenwerking met RAM Track & Trace is dat zij dus verschillende dashboarden hebben. En daar heeft Robbie ook uitgebreid iets over verteld tijdens dit webinar. Waarin je kunt zien of een deelauto enerzijds op de juiste manier gebruikt wordt door welke medewerker. Dus je hebt inzicht wie heeft er in welke auto gezeten en op welke manier is er met het voertuig omgegaan. Een stukje rijgedragcoaching dus. Maar je kunt dus ook zien of de gehele deelautovloot wel efficiënt wordt ingezet. En op deze manier versterken RAM en Parkt elkaar dus opnieuw. Oké, helder. Kom ik eigenlijk verder niet, zijn er eigenlijk geen vragen. Wel had ik er nog eentje in de voorbereiding gezet. En misschien, ik vond hem niet helemaal uit de verf komen in het verhaal. Dat is kostenreductie in rijgedrag. Maar hoe uitzicht dat concreet? Hoe ziet dat concreet terug? Inderdaad, Richard, dat is een goede vraag. Die kostenreductie die uit zich eigenlijk op verschillende manieren. Op zowel tastbare als minder tastbare posten. De tastbare posten zijn uiteraard lager verbruik, wat op zich dan weer een lager brandstofkost met zich meebrengt. De testen die wij hebben uitgevoerd intern laten zien dat inderdaad tussen de 10 en de 30% kan worden gehaald. Veel hangt uiteraard af van het soort van trajecten dat meestal wordt afgelegd. Als je veel in stedelijke omgevingen zit bijvoorbeeld, zal dat iets lager liggen.
dan dat je veel op de autosnelweg zit, bijvoorbeeld. Maar daarnaast zijn er nog twee andere aspecten. En dat is enerzijds ook op kostenniveau het feit dat je ongevallen ofwel gaat vermijden of dat ze minder ernstig gaan zijn, omdat er defensief wordt gereden. En dat defensief rijden zorgt er dan meteen ook voor dat wanneer, als er dan schade zou zijn, dat die minder ernstig is. En dat de kans op eventuele lichamelijke schade en eventuele onbeschikbaarheid van de medewerkers die in dat ongeval betrokken waren, dat dat ook veel minder zal gebeuren. En daar hangen toch behoorlijk wat kosten achter, die niet onmiddellijk in je operationele kosten of in je balans te lezen zullen zijn, maar die wel veel tijd wegnemen van je resources. En tenslotte is er nog een stukje rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als we gaan kijken naar onze zakelijke rijders, en dan met name in bouw, service en installatie, dan zien we daar heel veel bestelwagens rondrijden met in het lang en het breed de naam van de klant erop. Dus als er daar op een iets minder sociale manier mee wordt omgesprongen op de rijweg, ja goed, dat doet ook niet goed aan de reputatie, aan imago van jouw bedrijf. En dat is toch ook iets wat belangrijk is in de markt. Ja, dat is waar. Reputatie kun je inderdaad ook uitdrukken in geld. Nou, Thijs, Robby, dank jullie wel. Ik denk dat wij door de vragen heen zijn. Ik hoop dat voor iedereen het ook helder is. Mochten er nog vragen komen, wees gerust. Ik stuur de presentatie en de opgenomen webinar sturen we rond uiteraard. Die delen we. En daarin staan ook de contactgegevens van Thijs en Robby. Dus heren, hartelijk dank voor jullie bijdrage. En aan al onze luisteraars ook hartelijk dank voor het volgen van de presentatie. En we hopen snel weer in contact te zijn met jullie. Dank jullie wel. Dank je wel. Tot ziens. Bye. Oké.